Je wil per kwartaal het subtotaal berekenen. Je zal dus eerst je gegevensbereik moeten sorteren op kwartaal. Nu kan je automatisch per wijziging in kwartaal het subtotaal laten berekenen. Ga daarvoor naar Gegevens en klik op Subtotaal. Het dialoogvenster van Subtotalen verschijnt. Klik op de keuzepijl bij ieder wijziging in. Kies voor kwartaal. We wensen het subtotaal toe te voegen aan de omzet, dus de optie staat reeds juist aangeduid. Je klikt op OK. Pas de breedte van kolom C aan. Druk op de knop met het cijfer 2. Alles wordt samengevouwen. Enkel de kwartalen met de respectievelijke omzet zijn te zien. Je wil de subtotalen terug verwijderen. Kies voor Gegevens, Subtotaal. Klik op het dialoogvenster onderaan op Alles verwijderen. Je wil per kwartaal en per provincie het subtotaal van de omzet zien. Eerst zal je moeten sorteren op niveau 1, kwartaal, vervolgens op niveau 2, provincie. Eerst bereken je het subtotaal bij iedere wijziging in kwartaal. Je doet dit op de werkwijze zoals daarnet aangeleerd. Je wil het subtotaal per provincie toevoegen, maar je wil het subtotaal per kwartaal behouden. Je zal dan voorzichtig moeten zijn en erop letten dat je deze subtotalen niet overschrijft. We zetten dezelfde stappen. Gegevens, subtotaal. In het vak bij iedere wijziging in kiezen wij voor provincie. We verwijderen het vinkje bij huidige subtotalen vervangen. Door dit vinkje te verwijderen gaat het nieuwe subtotaal worden toegevoegd.